Randje Buitenspel, de podcast. Voor de winterstop was een prachtig mooi team. En ik snap, in elke linie die je hebt, voor, min, achter, is de beste speler weg. Pleguzelo achter, weg, geblesseerd. Brama op middenveld, Tjerni voorin, die het heel goed doet. Waardoor Danilo geen aanvoer meer krijgt. Narsing liep er wel. Nou, die liep er. Maar het was echt zo slecht als je bij ons voetbaltukkers, als je daar neemde van de tukkers zo voetbalt, dan diegene die zo slecht, die moeten shirtjes wassen. Nou, FC Twente, de eerste selectie, mag voor heel Oost-Nederland de rest van het jaar de shirtjes wel wassen. Het was echt, echt heel slecht. Thijs. Het was een enorme wasmachine, zoals van vroeger, met die witte reusreclames. Ja, een helikopter. En dat je met die Feyenoord-helikopter de shirtjes brengt. En dan komt die fleuriel-clown en dat blijkt Ryan Babel te zijn. Eindelijk een basisplaats. Matthijs, zou je er één keer het negende willen zijn? Je zei het negende, of niet? Negende. Het negende.